We zijn hier in het zwembad van Beringen. Meer dan 100 kinderen hebben zich ingeschreven om de bronzen medaille te halen. Het is een organisatie van de dienst jeugd en jeugdsport, dienst sport en recreatie in samenwerking met Blozo. In het teken van de Olympische Spelen in 2008 houden wij voor de jeugd vandaag een Olympische Spelen hier in het zwembad in Beringen en in Sint-Jan. Er komt nog meer. Ze kunnen hun zilveren medaille halen in Lommel op 27 maart. En je kan ook inschrijven voor een gouden medaille te halen. Dat is in Herentals op 19 april. We hebben gekozen voor zwemmen, handbal, basket en atletiek. Dus daarin kunnen ze hun bronzen medaille halen. In een school kunnen ze de mogelijkheid hebben om nog meerdere sporttakken te beoefenen. In totaal kunnen ze 10 sporttakken doen, maar dat is voor Lommel en voor Herentals. De bedoeling is dat niet alleen volwassenen Olympische Spelen hebben, ook de jeugd. Voor jeugd is Olympische Spelen en dat doen we vandaag hier in Beringen, zodat ook de kinderen een bronzen medaille kunnen halen. We zijn hier in het ontmoetingscentrum De Buiting in Paal en vanavond gaan we dus de verkiezing meemaken enerzijds van de grootste Palenaar en anderzijds van de winnaar van de wedstrijd 1 uit de 10.000 die verdienstelijke Palenaar en verenigingen van Paal in de kijker wil zetten. De grootste Palenaar is dus een wedstrijd waarbij historische figuren, mensen die jammer genoeg overleden zijn, onder de aandacht van het bredere publiek gebracht worden en waarbij iedereen die meedoet of meedeed aan deze wedstrijd de kans had eigenlijk om voor hen een stem uit te brengen. De winnaars zijn ondertussen gekend. Voor de actie 1 uit de 10.000 is dat de Koninklijke Harmonie Hoop in de Toekomst van Paal geworden. En voor wat de grootste Palenaar betreft is het een lokale dorpsfiguur, een beetje legendarisch type, Pieter Menneke geworden. Pieter Menneke is een heel bijzondere figuur, bijzonder gekend in Paal, maar ook in de omgeving. Is een man die geleefd heeft einde van de 19e eeuw en het eerste deel van de 20e eeuw. Zeer arme man die aan de kost kwam met een klein beetje dieren die hij bezat, maar vooral ook met wat entertainment op de plaatselijke kermissen overal in de omtrek. Ja, ik ervaar het persoonlijk als een stukje knipoog ook. Naar heel de actie, een beetje relativeren van het begrip groot zijn in het leven. Want uiteindelijk, wat is dat? En ik vind dat de mensen dat goed begrepen hebben. Ik ben blij dat Pieter Menneke gewonnen heeft.